Goedendag iedereen voor een nieuwe reportage hier aan het stadhuisplein van Terneuzen. Hier het toeristisch punt, de Neuzen van Terneuzen. Dus betreffende de route om naar de nieuwe bibliotheek te gaan. Dus ik ga eerst even tonen waar dus dat de oude bibliotheek zich bevindt. Dus hier aan de rechterkant heb je dus de bushalte. Dus hier is de opstaphalte en achter de hoek daar de afstaphalte. Dus wat moet je dan te voet doen? Dus gewoon hier. Het is ook goed voorzien hier voor mensen met beperkte mobiliteit. Ik zeg, het voetpad is aangepast. Zo, en hier is de bibliotheek, dus wie met de bus komt, kan deze afstand min of meer wel gemakkelijk afleggen of met de hulp van iemand anders als je beperkte mobiliteit hebt, dus het is dichtbij. Dus de locatie van de nieuwe bibliotheek is feitelijk niet ver voor iemand die kan stappen. Dus als je hier dus rechtdoor kijkt, het brugje en dan heb je de Achtselse Dam, even aan de rechterkant, het appartementsgebouw daar. Het is namelijk zo, dat is een nieuw appartementsgebouw die feitelijk nu op het gelijksvloers de bibliotheek zal hebben, maar in het algemeen, dat is gewoon een appartementsgebouw, dus het is natuurlijk nieuw, het is modern, en dat is ook wel de reden dat die bibliotheek verhuist. Ik ga nu even naar de locatie van de nieuwe bibliotheek. Dus hier de Achtselse Dam. Voilà, dat is het hier. Een pracht van een plein. Het is volledig nieuw natuurlijk. En dan hier het appartementsgebouw met dan op het gelijksvloers. De bibliotheek die zal komen. Ja, sommigen gaan misschien wel zeggen, een extra bushalte of vervoer is overdreven, maar aansluitend hierop heb je nog andere nutslocaties, dus het is niet alleen maar dit hier. Maar dus even verder heb je het winkelcentrum van Terneuzen, waar er dus ook geen vervoer is.
Dat hier komt er ook wel een horecazaak, zoals er hier vermeld staat. Dus dan terug aansluitende bibliotheek. En nu nog even ook het nieuwe winkelcentrum. Allee, het nieuwe winkelcentrum, het bestaat al jaar na jaar, maar dus ook geen bus die er stopt. Zo, dat is het. Dus inhangen winkelcentrum, hier geen openbaar vervoer. Dus hier is er een bus nodig, maar het zou hetzelfde voertuig kunnen zijn die dan de bibliotheek bedient. Dus hier rechtdoor de bibliotheek in zicht, eindpunt Kennedylaan daar. Dus je ziet stadhuis, dan dit hier. De bibliotheek en dan de bediening van het winkelcentrum. Maar ik zeg, hier moet u nog altijd stappen tot het stadhuis met je boodschappen. En dus idem dan voor de bibliotheek. Alhoewel de bibliotheek is te bereiken met de fiets, dit hier ook. Maar bon, voor bepaalde doelgroepen is er wel openbaar vervoer nodig. Zo, dat was een korte reportage over de nieuwe bibliotheek en dus de locatie van oud en nieuw betreffende de mobiliteit die inderdaad moet verbeteren. Tot de volgende!